Er moet drastisch geïnvesteerd worden in de burgerluchtvaart. CASAS heeft vorige week een presentatie gehouden voor de minister van TCT. En uit deze presentatie blijkt dat wij slecht scoren voor wat betreft de veiligheid en de beveiliging van onze burgerluchtvaart. En op bijna alle vlakken, personeel, apparatuur, fysieke infrastructuur moeten we gaan investeren om onze burgerluchtvaart weer op dat niveau te brengen voor wat betreft de regio en de wereld. Anders we komen in biggie problema. De minister Uraikit Ramsaran van TCT legde uit wat er precies gedaan moet worden. Sprake is geweest het innen van de safety fee per passagier op onze internationale vluchten. Er is door CASAS een presentatie gehouden waarbij er naar voren is gekomen dat er diverse stappen ondernomen moeten worden om de veiligheid en de beveiliging van de burgerluchtvaart verder te garanderen. Hierbij speelt dan de verdiencapaciteit een belangrijke rol. Als ik praat over de veiligheid en beveiligingsapparaten of aspecten, dan heb ik het over de algehele luchtvaartsector. Op dit moment wordt er een bedrag van $66 geïnd in Suriname. Deze bestaat uit verschillende componenten, waarbij, en dan zal ik het ook noemen, $35 uit de 66. US dollar gaat naar NV Luchthavenbeheer. Dit is de accommodatiefee ter bekostiging van de accommodatie en verbouwing op de luchthaven. Onze aankomst, onze vertrekhal, die allemaal dan onderhouden moet worden en moeten voldoen aan internationale veiligheid en beveiligingseisen. De aankomst en vertrekhal, zoals wij allemaal mogen ervaren, ik heb wel gevraagd dat de communicatie dan wordt versterkt, zodat de samenleving die er gebruik van maakt, dat zij geïnformeerd zijn wat ze kunnen aantreffen. En wat de bedoeling is, en dat we dat ook moeten communiceren, dat met deze verbouwingen welke richting op wij willen gaan. Verder uit die $66 wordt $25 geïnd voor de terminal fee. En als laatste die uit de $66, $6 dan bestaat uit dat van de safety fee, welke bedoeld is voor CASAS. Deze fee houdt in om het toezicht op de veiligheid te garanderen. Hiermee wordt ook een groot deel van de operationele kosten van de CASAS bekostigd om haar taak als toezichthouder te kunnen uitvoeren. Op dit moment is er ook een presidentiële commissie, IKO, en dat zal ik dan even uitleggen wat IKO straks is. Dat deze commissie is geïnstalleerd vanwege het feit dat Suriname momenteel laag heeft gescoord in Latijns-Amerika op het gebied van burgerluchtvaart. Dat het hoog noodzakelijk is om voorzieningen te treffen ter verbetering van de Effective Implementation Score en de International Civil Aviation Organization standaarden. En daarvoor staat IKO. Door de CASAS is er reeds een plan uitgezet om de Effective Implementation Score en de IKO standaarden op kort, middellang en lang termijn dan aan te pakken. Er moet een up-to-date standaard zijn voor bij de eerstvolgende audit op het gebied van burgerluchtvaart. Ik heb het dan over het installeren van onze NAVSEC, NAVSEC-commissie. Het wijzigen van de wet veiligheid en beveiliging van de burgerluchtvaart, welke een noodzaak is. Een belangrijke wijziging in de wet is het instellen van de AIG-bureau, oftewel onze Accident and Incident Investigation Bureau. Dit is wel afzonderlijk van gerechtelijke procedures. Andere zaken die opgepakt moeten worden voor de audit zijn sowieso onze capaciteitsversterking. Wat wij al hebben gehoord of vaker horen als het gaat om deskundigheid, dat er toch wel op bepaalde gebieden een vergrijzing of dat er bepaalde gebieden vergrijzing plaatsvindt. Verder opzetting, trainingsplan en natuurlijk als we kijken naar meer deskundigheid aan personeel, dat we dat moeten gaan opkrikken. Het gaat hier om onder andere onze inspecteurs in het bijzonder. Dus kortom, we moeten naar een aantal aspecten kijken ten aanzien van onze luchtvaart. Yes, daar heeft u het ook gehoord van Uraikit Ramsaran. Dus Molly moest meek vragen aan burgerluchtvaart, want als sector die zie ik zo door dan naar Spaede.
We zitten ook met een probleem met betrekking tot SLM, de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. En deze sector is heel belangrijk, want if we naar Opolangi, we naar maar exporteren, we naar Mangoluku familie naar Dorosee konden en ook omgekeerd. En we kijken uit wat de regering zal doen met betrekking tot de broodnodige investeringen die verplicht gedaan moeten worden.